terug met een nieuwe aflevering van Pony Connect TV. Ze heeft iets langer op zich moeten laten wachten dan de andere. Dat was dankzij het feit dat we dachten dat we terug mochten starten met de lessen deze week. En dat heeft heel wat extra organisatie gevraagd om alles terug in orde te krijgen. En dan mochten we ineens toch niet starten met de lessen. Dus bij deze heb ik ervoor gezorgd dat we toch een nieuwe aflevering van Pony Connect TV klaar hebben. Maar heeft het iets langer geduurd. Het gaat ook wel over de training van 2 weken met de ponies, dus het is ietsje langer, zoals dat je zult zien. Maar ik hoop dat jullie er wat aan hebben, dat het interessant is. Er zijn een paar nieuwe paardjes die wat meer toegelicht worden nu, zoals Liana en Tweety. Dus hopelijk kun je daar wat verder mee, hebben jullie weer wat inspiratie. En heel hopelijk tot echt heel binnenkort nu, want we kijken er echt naar uit om terug lessen te kunnen geven. Dag! We beginnen deze keer terug met Siel en Marjolein en Empress, die weer allerlei leuke dingen gedaan hebben deze week. Ze hebben vooral gewerkt op Friendly Game, omdat we dat de vorige keer gezegd hadden dat dat wel een werkpuntje was. Dus ze hebben er heel veel leuke dingen mee gedaan. Je ziet dat Empress hier een trui over haar rug heeft. Dus het is allemaal ideaal om te wennen aan bewegende dingen op haar lichaam. In stilstand, maar ook in beweging. En ondertussen is Marjolein de Extreme Friendly Game aan het doen met de stick en de string. En ik vind het fantastisch hoe de Empress er helemaal kalm onder blijft. Want het is nogthans wel echt een zenuwachtig beestje. Maar je ziet nu echt wel dat ze het vertrouwen aan het winnen is van Siel en Marjolein. Het feit dat ze er ondertussen ongeveer bijna elke dag mee werken volgens mij tijdens de lockdown helpt wel natuurlijk om die band te versterken en om het rapper allemaal wat... het vertrouwen te winnen, maar ik vind het super oefening dat ze dit toelaat, ook rond de benen. Marjolein haar touw heeft ze ook heel goed vast, ze heeft haar stick heel goed vast, ze zorgt voor veiligheid, dus goed bezig Marjolein. Ook eens aaien aan het hoofd, voilà, en dat vindt ze helemaal oké. Empress wil zelf ook eens Friendly Game spelen tussendoor, dus ze heeft ook de stickers vastgenomen in haar mond. Ze heeft wat geoefend, maar daar is nog een beetje meer werk aan. Ook recht staan op de pony is een heel goede vorm van Friendly Game. Het helpt als de pony ondertussen wat kan eten en zich van alles niets aantrekt. En hier zijn ze Circling Game aan het doen en Siel is ongelooflijk goed bezig met Friendly Game tijdens de cirkel. En Empress trekt het er allemaal niet aan. Dus als je dit soort dingen kan doen met je pony, dan weet je van oké, de pony is veilig, is oké. Dat helpt heel goed om het vertrouwen van je pony te winnen en om te weten van oké, tijdens het rijden is het veilig. En dan gaan we naar Beauvechain. Marie heeft deze week, vorige week en de week daarvoor heel wat filmpjes doorgestuurd. Van onder andere Dunhill, die hier in de aquatrainer zit. Dus die zich aan het oefenen is, zonder dat er een ruiter op zit. Heel goede oefening voor de spieren van de paarden. En ook Palomo heeft zich met water geamuseerd. Vond de tuinslang heel lekker. Marie heeft ondertussen ook heel veel Friendly Game gedaan met haar paarden. Dunhill met het zeil en je ziet dat het aan het waaien is, maar ze trekt het daar ook allemaal niet aan. Dus ook voor een iets zenuwachtiger paard als Dunhill is dat eigenlijk wel zeer goed. Palomo is ook helemaal oké met de waterbak. Hij gaat erin, hij gaat eruit, hij gaat erdoor. Voilà, en hij ziet er ook echt wel helemaal chill uit. Hij is heel alert naar Marie. Wat vraag je van mij? Wat wil je van mij? Maar het kan hem eigenlijk echt niet schelen dat er daar iets onder zijn voeten ligt of niet. Het is natuurlijk ook niet van de eerste dag dat dat zo lukt, dus Marie heeft daar wel wat op geoefend. Totdat het zo lukt natuurlijk. Er staat zelfs water in, daar kijkt hij helemaal niet naar. Maar ik kan mij voorstellen dat de eerste keer dat hij dat zag, dat hij dat wel een beetje enger vond. Hier dan een mooie zijwaarts over een zachte balk. Chapeau om dat te filmen en te vragen van je paard ondertussen in één keer. Dus multitasking moet kunnen met paarden. Ook een paar kleine sfeerbeeldjes hebben we ertussen gestoken. Palomo staat heel gelukkig bij zijn vriendjes ondertussen. Leuk om te zien hoe dat hij nu ergens anders staat en zich goed voelt. En een andere kleine zijwaarts over het opstapje. Oeps, niet erop. Erover. Ja, hij heeft mooi zijn voetjes op. Hij is dus heel bewust van wat er onder zijn voeten zit.
En heel aandachtig. Dus super om te zien hoe communicatief dat hij is en hoe alert dat hij is. Dat is net een andere kant ook. Dus soms een beetje zoeken, een beetje naar voren, een beetje naar achter. Maar als we dat gewoon rustig vragen, voilà. Dan kunnen onze paarden zelf wel de oplossing vinden. Hier is hij mooi aan het slapen. Heerlijk. Het zonnetje van de voorbije weken heeft ook de paarden heel veel deugd gedaan. En er is er één in de wacht aan het houden, terwijl dat de anderen allemaal aan het rusten zijn. Hier heeft Palomo een beetje hill training gedaan. Dus hill training is heuveltraining, bergop, bergaf. Tijdens de cirkel. Super goed voor de spieren te trainen van de paarden. Jammer genoeg hebben we in Nevelen niet zoveel heuvels, maar Marie heeft er daar wel een aantal. Dus het is natuurlijk de ideale gelegenheid om zo'n dingen te oefenen. En Palomo heeft al goede vriendjes ondertussen. Dan heeft Marie een instructiefilmpje gemaakt om eens het opstappen goed uit te leggen met Palomo. En stap voor stap mooi te tonen van hoe stappen we nu deftig op, hoe leren we die basics aan als paard. Dus zij stelt zichzelf op een stapje. Allee, helemaal leren is niet hetgeen dat ze hier toont, want Palomo kent het natuurlijk al wel een deel, maar vooral tonen van kijk, waar willen we naartoe met ons paard, hoe stappen we goed op. Dus ze zet hem eerst mooi naast de blok. Alles sowieso heel rustig, we nemen onze tijd. Een keer springen, niet direct erop gaan dus. Hij is een beetje aan het kijken, hij had een beetje zijn evenwicht verloren. Hij kijkt ergens naar Marie, kijkt even mee en dan is hij weer oké, kijkt hij terug naar Marie. Voilà, en vooral belangrijk een keer dat je erop zit. Rust, ontspanning, paard aaien, blijven staan. Dus niet direct erop en hup go, maar weten dat je paard echt gewoon kan blijven stilstaan, dat is het belangrijkste. Voilà, Palomo is echt helemaal chill, helemaal kalm. En hij weet van, oké, Marie, ik kan jou vertrouwen, ik mag bij jou blijven. En het is hier niet eng. Ik moet ook niet direct beginnen werken en zo. Hij begint toch te stappen, dat is niet de bedoeling. Dus het is echt de bedoeling dat hij luistert naar Marie, dat hij wacht op Marie haar signalen. Palomo is altijd zo'n enthousiast paard dat denkt, ja, en nu gaan we gaan stappen. Maar het is belangrijk dat hij luistert naar de ruiter die op hem zit, dat hij wacht op de signalen van haar. Om een goede samenwerking te kunnen krijgen. Voilà, Marie beloont hem even omdat hij toch mooi blijft stilstaan. Nu dat hij terug op plekje staat, dus daar op die plek is het goed. Daar krijgt hij zijn rust en comfort. Dus daar krijgt hij zijn koekje. Zo, dan gaat ze er eens terug af. Langs de andere kant. Dus je ziet, het maakt ons niet uit welke kant dat we opstappen. We stappen zowel links als rechts op. En zowel links als rechts af. En Marie gaat nog eens opnieuw doen. Dus helemaal opnieuw. Ze laat hem niet gewoon staan, maar ze zegt van kom, we gaan eens opnieuw hetzelfde proberen. Marie staat op het opstapje. De bedoeling is dat Palomo op een duur wel weet van oké, op het opstapje, dat we zeggen dat ik ernaast moet gaan staan. En dat ziet je ook wel na een tijd dat de paarden dat echt kennen als automatisme. Maar Marie heeft hem dus al geleerd sowieso los van het opstapje om zijwaarts naar haar toe te gaan. Het is een uitdaging voor je paard om te zoeken hoe ver mag ik komen of hoe dicht mag ik komen. Niet te dicht. Palomo is heel erg plakkerig, dus hij wil een beetje te dicht komen. Voilà. En op de goede plek geeft Marie hem direct een beloning. Dus timing is heel belangrijk hierin. Juiste moment van loslaten, juiste moment van belonen en juiste moment van iets vragen natuurlijk. Dus de interactie is heel belangrijk met je paard daarin. Hij
Even blijven hangen en dan erop. Been in de steeg, voet in de steegbeugel. Zadel goed, voilà. En het is de bedoeling dat je dat allemaal kunt, gewoon al stilstaande, dat je paard dat helemaal oké vindt en dat hij wacht op je signaal dat hij mag gaan wandelen en stappen. En nu ziet je dat hij al veel mooier blijft stilstaan, dat hij al veel mooier wacht. Voilà, en terug de andere kant eraf. Heel veel rust, heel veel beloning is belangrijk bij zo'n paard. En dan gaan we nog eens opnieuw. Nog eens hetzelfde, dus herhaling is ook belangrijk. Als je het een paar keer opnieuw doet, zo leren ze het eigenlijk het beste. Dus Marie leert hem echt positioneren van op haar blokje. Oh, niet te dicht, Palomo. Beetje naar voren. Ja. Oh, niet te dicht. Dus zo leert je echt eigenlijk heel subtiel met kleine dingen met je paard communiceren. Maar je moet daar wel je tijd voor pakken. Als je opgejaagd bent en zegt rap, rap, hup, kom we gaan rijden. Ja, nee, dan leer jij niets bij. Dan leert je paard ook niet veel bij. Dus voor zo'n dingen, en zeker met jonge paarden, moet je echt de tijd nemen om het goed te leren en om het op de juiste manier te doen. Dus je ziet hier heel mooi dat Marie haar rechterteugel kort neemt. Zeker in die is belangrijk. Je mocht ze zelfs alle twee kort nemen, maar zeker de teugel dichtst bij jou is belangrijk dat hij kort is. En het is zelfs handig als je paard een beetje naar u kijkt, dat je zeker weet dat hij niet naar u kan draaien, dat hij u niet kan omverlopen of kan weglopen. De meeste accidenten bij paarden gebeuren tijdens het op- en afstappen. Dus heel belangrijk dat je daar de aandacht op vestigt, dat dat goed gaat. Marie is hem nu ook met de stick overal aan het aaien, dat hij echt zeker helemaal oké is. Dus Palomo is nu al wel een tijdje zadelmak, maar op zich is het nog altijd geen doorwinterd, goed gevestigd rijpaard, zeg maar. Dus hij moet nog veel leren. Dus heel belangrijk als we nu aan die basis werken en aan die rust en die kalmte, dan weet je zeker dat hij voor de rest van zijn leven wel goed zit. Zo, dus dat was het opstappen. Een paar kleine sfeerbeeldjes. Marie heeft ook een klein rijfilmpje doorgestuurd. Zonder helm. Don't try this at home, zou ik zeggen. Het is een paard waar ze al een hele tijd mee aan het trainen is. We hebben er al een paar grondwerkfilmpjes van gezien hier en daar. Maar nu rijdt ze er ook mee zonder hoofdstel. Je ziet dat ze hier op de cirkel aan het oefenen is. Het is een paard wat volgens mij in de sport zit. Ik weet er niet helemaal het fijne van dat paard. Maar het is wel een springpaard of eventingpaard. Dat nu ook doorgetraind wordt eigenlijk. Op het horsemanship en op de ontspanning. En dus een van Maria trainingspaardjes bij Aurélie in Beauvichain. De Aquila Farm. Voor degenen die dat niet weten, Marie is daar dus als working student. Dus zij helpt daar mee, zij geeft daar ook les. Zij werkt daar ook eigenlijk echt ondertussen. Ze helpt mee de paarden trainen. Aurélie is een Parelli-instructrice. Of ex-Parelli-instructrice. En zij heeft dus altijd een aantal paarden op training. Aurélie is zelf eventingruiter, dus eventing is een beetje van alles, springen, dressuur en cross en zo. En dan gaan we over naar Galien. Ik heb met Galien gereden vorige week. Ik heb een paar keer met Galien gereden, maar ik heb één training eruit gehaald voor een filmpje van te maken. Ik heb wat dressuur gereden met haar. En ik heb gewoon de training een beetje samengevat voor jullie. Het is maar een deel van de training, want mijn camera is na een tijdje uitgevallen. Maar dus zo ziet je van hoe bouw ik mijn training op. Ik begin met stappen. Hier staan de losse teugel. Maar ik let wel al op het feit dat Galien rustig en ontspannen loopt. Dat ze mooi loopt, dat ze mooi over haar rug loopt. Dat ze goed doorstapt en dat ze kalm is. En dan ga ik geleidelijk aan wat meer contact gaan opnemen. Zoals dat je hier ziet. Maar dat tempo is wel echt belangrijk. Ik wil dat Galien doorstapt. Dus zeker voor een paard als Galien die nogal lui kan zijn en nogal traag loopt,
Zoals dat je ziet, ze kan doorlopen. En dat vraagt wel wat energie van mij. Daarna gaan we in draf. Hetzelfde, ook hier ga ik wat meer contact al opnemen. Ze zou hier nog wat meer mogen doorlopen, maar ik vraag haar een beetje schouder binnenwaarts op de cirkel, wat dat wat lastiger is voor haar. Hier loopt ze al wat meer door. Even tussendoor aan de lossere teugel, een keer ontspannen. Dus ik wissel dat altijd af. Het is niet dat ik direct de hele sessie aan de korte teugel ga rijden. Nee, we wisselen eens af. Korte teugel, lange teugel. En dan de galop. Dus je ziet dat Galien echt mooi ontspannen loopt. En dan heb ik geoefend op de contragalop en op de wissels. Dus hier zit ze in linker galop. Op de rechterhand, linker galop, en dan wissel ik eigenlijk gewoon terug naar de gewone hand. Contragalop wil zeggen, kijk, hier ziet je het ook. Ah nee, hier is de wissel, dus juist, ja. Hier heb ik dan op linkerhand de wissel gedaan. En dan op rechterhand hetzelfde, contragalop. Ik zit in de rechtergalop op de linkerhand. En dan wissel ik naar de gewone hand terug, terug op rechterhand. En dan heb ik ook een wissel gedaan. Ah, maar die staat er niet meer op, want dan is mijn camera uitgevallen. Dus dat was even heel kort. Wie dat dan een keer goed wil bekijken, mag een keer terugspoelen. En rustig aan alles doen. Maar dat was even een overzicht van de galop en de contragalop en de galopwissels. Dan gaan we over naar Finley. Lisa is terug sinds vorige week en zij traint Finley nu bij. Finley moet ook vooral heel erg op ontspanning getraind worden. En dat doet ze eerst online, dus tijdens het grondwerk en daarna ook al rijdende. Cirkels zijn ideaal voor Finley om haar daarop te oefenen, want als je direct heel veel lange rechte lijnen gaat doen met haar, dan wordt ze nogal hyper en heel actief. En ook voor haar buiging, voor haar ontspanning, het is makkelijker om dat te vragen op een cirkel. Lisa maakt heel graag gebruik van kegeltjes voor haar figuren uit te zetten en voor te volgen waar dat ze moet rijden. En je ziet dat ze vooral werkt op die ontspanning. Dus hoe meer dat Finley rustig loopt en naar beneden komt, hoe beter eigenlijk. Dat is altijd de basis. Een paard dat met zijn hoofd in de lucht loopt, is een gespannen paard en is een paard dat niet gelukkig is. Dus we willen ontspannen mensen en ontspannen paarden. In ons beginnerslessen werken we vooral aan de ontspannen mensen, maar een keer dat we dan verder gaan werken, dan werken we ook aan ontspannen paarden. Een van de principes van Pirelli is horses teach riders, riders teach horses. Dus voor ons beginnerslessen hebben we graag ontspannen paarden, die de ruiters kunnen leren om te ontspannen. En een keer dat de ruiters heel wat verder zitten, dat ze zelf die ontspanning hebben, dan kunnen we wat meer met wat gevoeliger paardjes gaan werken die ook goed zijn voor de ruiters, maar dat de ruiters eigenlijk iets kunnen aan de paarden leren. Dus hier zie je dat Finley eigenlijk echt al heel mooi ontspannen loopt. Af en toe komt ze een keer naar boven, zoals nu. Voilà. Maar dan traint Lisa haar even, dan ontspant ze zelf in haar zit. Ze vraagt mij haar teugels van kom maar naar beneden, voilà. En dit is eigenlijk super als ze zo loopt. Dat is een ideale voorbereiding ook op ons paarden voor de lessen eigenlijk. Want als ze zo kunnen lopen in de lessen aan een losse teugel, dan worden het echt ideale lespaardjes. Maar er is bij sommige paardjes nog wat werk aan. Maar Lisa gaat zich nu de komende weken vooral focussen op Finley, dus dat is heel fijn. Dat zij dit kan leren aan de paarden. Lisa is zelf heel rustig en kalm, dus dat scheelt dat ze dan met zo'n paardje wel echt die rust en die kalmte kan overbrengen. Kijk, dat is heel leuk als ze dan de teugels loslaat, dat Finley echt meteen ontspant en rustig blijft. Dus dat is wel super om te zien. Mm.
En op het einde heeft Lisa nog een beetje liberty gedaan met Finley. En dit vind ik eigenlijk wel super, want dat is echt de test van oké, hoe ontspannen is Finley nu en hoe goed doet het ook in vrijheid. Want je kunt het wel allemaal doen met teugels en met een touw eraan. Maar eens dat ze echt dus met losse teugels tijdens het rijden en ook in vrijheid en liberty, zonder druk en zonder spanning ook echt gaan ontspannen, dat weet je van oké, ze zijn zich echt eigen aan het maken. Het is echt wel een gewoonte aan het worden. En dit is waar we eigenlijk naartoe willen. Een paard dat gewoon uit zichzelf er volledig van overtuigd is van oké, ik ben veilig, ik ben kalm en ik kan ontspannen. Dat is ideaal. Dus wij moeten het hen niet meer zeggen, maar we zijn er gewoon zelf van overtuigd van kijk, ontspanning en kalmte is zoveel leuker dan gespannen zijn. En nog een goede rolsessie op het einde. Dan zijn Galien en Lopke op buitenrit geweest. Daar hebben we niet veel beelden van, maar gewoon even tussendoor. Bij aankomst was een hele leuke avondrit. Dan hebben we een beetje problemen met Whisky de laatste tijd af en toe. Hij is soms een beetje mank. En Sienna heeft er een paar keer mee gereden en hij was op wandeling plots beginnen manken en draf. Dus dit is dan een keer op de beton om te kijken hoe dat hij loopt. Om te testen van is hij nog mank. Dat was de dag nadat hij met Sienna gemankt had. Dus om goed te zien of dat een paard mankt, laten we hem eigenlijk op de cirkel lopen. En op beton, op beide handen. Maar hier zien we dus eigenlijk dat Whisky goed loopt. Ik had mijn assistent Fons erbij. Dus de ene kant loopt hij goed. Dan gaan we natuurlijk ook eens de andere kant checken. Hij loopt wel een beetje gevoelig zoals dat jullie zagen op de beton. Maar hij mankt niet. Hier ook, hij loopt niet helemaal zuiver. Maar het is niet dat hij echt heel erg mankt. Dus het is iets heel raar, want soms loopt hij goed en soms begint hij een beetje te manken. Dus het is nog even een mysterie met Whisky wat er eigenlijk aan de hand is. En Fons wil nog eens oefenen op de yo-yo game. Je ziet dat er nog wat verfijning aan nodig is aan Fons en fases en lichtheid. En dat hij nog wat te leren heeft. Oeps. En dan mocht hij hem terugzetten. Oké, en dan gaan we naar de hoofdbrok van deze film. Dat is Liana die getraind geweest is. Ik heb mij dus vorige week en de week ervoor vooral bezig gehouden met Liana. Ze is niet meer mank. Liana is nogal een extroverte merrie zoals dat je hier ziet. Dus ze was nogal energiek en actief. Ze ziet er niet echt helemaal heel harmonieus uit. Een beetje een kleine cirkel. En ze was nogal boos. Dus dit is niet helemaal zoals dat we het willen, maar het was even terug erin komen, zowel voor haar als voor mij. We waren elkaar ook een beetje aan het uitdagen daar wel, dus het was een beetje een kleine play-sessie, zeg maar. En dan ziet het er ook niet altijd even lief uit, maar we zorgen wel voor veiligheid. Dus ik wou vooral dat ze op genoeg afstand bleef van mij. Dus Liana is warmbloedmerrie van 14 jaar ondertussen. Een grote uitdaging, want die heeft al heel veel problemen gehad met haar rug en zo. En heel gevoelig, nogal een merrie die nogal wel last heeft van haar hormonen ook af en toe. Een behoorlijk dominante merrie. En heel expressief, wat dat ervoor zorgt dat het sowieso geen beginnerspaardje is. Dus we gebruiken haar eigenlijk zo goed als niet in de lessen. Juist Jana heeft haar als verzorgpaard. En dat ging de laatste tijd eigenlijk ook niet altijd even goed. Omdat Liana wat begon boos te kijken en Jana kreeg schrik. En dan geraakten we wat in een vicieuze cirkel van problemen.
Dus dan heb ik gezegd dat ik keer terug wat meer met Liana ga werken. En sowieso, ik vind Liana een heel tof paard. Ik leer er heel veel van. Ik heb er een heel goede klik mee. Dus daarom was ik heel blij dat ze nu terug niet meer mankt. Ze heeft anderhalve maand ongeveer rust gehad, denk ik. En ben blij dat ze nu terug genezen is. Dat we terug kunnen eraan werken. Dus het opzadelen was een probleem. Het opstappen was een probleem. Ze keek heel boos. Ze heeft sowieso wel een zwakkere rug, dus zeker voor een paard als Liana is dat fysiek werk heel belangrijk. En die ontspanning en die rust. Ik wil haar ook graag trainen naar een goed freestyle paard dat kan gebruikt worden voor de lessen uiteindelijk misschien. Maar ik weet niet zeker of dat gaat lukken met haar. Dat gaan we moeten afwachten. Maar ik train haar nu ook op bit, maar ik wil haar zeker ook rijden op touwhalster. Ik heb haar al gereden op touwhalster, ik heb haar ook al gereden zonder zadel. Maar het is iets dat ik met haar niet te veel mag doen, omdat ze eigenlijk echt wel eerst goede spieren moet hebben. Haar buikspieren mogen nog wat versterken, ze staat ook nog wat te dik sowieso. Ze moet haar onderhalsspier nog meer leren ontspannen, haar bovenhalsspier nog meer leren opspannen. Dus het is echt wel een paardje waar er nog tamelijk wat werk aan is. Je ziet dat ze rap haar hoofd in de lucht steekt, haar rug wegdrukt. Dus Liana mag nog gerust wat werken aan die ontspanning. Dus we doen altijd voor het rijden de pre-flight checks. De noodrem links en rechts. Achteruit. En ook daarbij is het belangrijk van we werken aan een zacht gevoel. Hoe licht kan ze zijn? Het gaat al veel beter dan vroeger voor degenen die weten van waar dat Liana komt. Ze komt van heel ver. Dat is één bommetje, helemaal spanning, één en al spanning. Achterhand verzetten. En voorhand verzetten. Voilà. Oké, en toen was mijn camera uitgevallen, dus ik heb niet zoveel van dag 1 meer. Dag 2, zoals dat je ziet, was het veel aan het waaien. En heb ik mijn balken klaargelegd. En we gingen oefenen op een aantal trekoefeningen dan. Om te beginnen eerst. Dus dit is de smalle doorgang. Smalle doorgang kun je aan de hand doen of kun je te paard doen. Aan de hand is de bedoeling dat je paard je volgt. Dus ik toon hier even het proces van hoe dat ik het daar leer. Ik heb mijn zweepje voor mij. Voilà. En ik leer haar recht om achter mij te blijven. Ik hou mijn hand achter mijn rug. Mijn zweepje gebruik ik voor haar links-rechts wat te begeleiden. En het moment dat ze mooi achter mij loopt, dan geef ik haar rust. Dus dat lukt niet altijd even goed, maar we werken eraan. Een andere oefening is achteruit aan de hand. Dan is de bedoeling dat ze tussen de balken achteruit gaat. Ik sta voor haar, ik moet ook tussen de balken gaan. Hier gaat ze wat scheef. En ik steek altijd in mijn hoofd dat de balken precies eigenlijk langer zijn dan dat ze echt zijn, als het niet helemaal lukt tot op het einde. Dus dan probeer ik toch gewoon voor te doen en te kijken van hoe kan ik mijn paard zo goed mogelijk recht achteruit zetten. Hier gaat ze nog altijd scheef, dus ik blijf werken totdat ik voel van oké, nu ga je echt recht achteruit. Dat was één stapje goed, een beloon ik haar. En dan ga ik opnieuw proberen. Ik neem haar onderaan haar halster, haar hoofdstel vast. Dus ik doe dat zachtjes. Oh, ze loopt weer op de balken nu. Het voordeel aan die zachte balken is dat het niet erg is als ze er eens oplopen en dat ze zich niet kunnen bezeren. Met ronde balken is dat wel wat gevaarlijker. Zo, dan zetten we ons paard mooi achteruit. Oeps, nog een beetje scheef. Dus je ziet dat dat heel wat oefening vraagt tegen dat dat goed lukt. Gaan we nog eens proberen. Ik heb dat ook een aantal dagen geoefend. Ik ga dat af en toe nog eens opnieuw oefenen. Dus dat is iets dat je eigenlijk maar goed kunt door de herhaling. Dus je kunt niet zeggen van oké, deze sessie gaan we dit hier een keer volledig fixen en oplossen en als paard leren. Hier is het al beter. Ze zit er nog een beetje tegen op het einde weer. Ja, nog altijd niet gelijk dat zou moeten. Dus maar dat is sowieso een proces. Dat gaat over verschillende trainingen. En dat gaat altijd maar beter en beter.
Sowieso, als je wilt trek doen met je paard, is het handig dat je controle hebt over de voorhand, de achterhand van je paard op de grond. Dus dat toon ik hier even. Zorg dat je paard achteruit kan, hoe lichtere communicatie dat je hebt. En als je ervoor staat, hoe beter eigenlijk. Achteruit. Ja. Voilà. En zo heb je eigenlijk een responsief paard dat reageert op u, dat kijkt naar u, dat alert is op u en dat niet meer op de omgeving aan het letten is, dat niet meer verschiet, want het is gewoon zodanig naar u aan het kijken. Voor trekwedstrijden moet je ook kunnen rechtsop stappen. Dus dat toon ik hier ook eens. Straks toon ik het nog een keer waar dat wat duidelijker is, want hier zit je natuurlijk alleen de linkerkant en ik sta rechts. Maar dus we hebben een uitgebreid opstapfilmpje al van Marie en je ziet dat ik hier ook heel erg let op kalmte en rust. Eén hand op de maan en één hand op het zadel. Even wachten en dan erop. En Liana moet ook mooi blijven stilstaan. Dus voor haar soms ook nog een werkpuntje. Maar we werken eraan. Daarna ben ik gaan rijden. Heb ik ook vooral gewerkt aan een rustig, kalm paard. En ik heb ook een beetje hier bij het rijden geoefend aan die smalle doorgang en de achteruit eerst. Doen we eerst sowieso een stap. Het is een oefening dat je uiteindelijk in trekwedstrijden ook in galop moet kunnen. Zonder de balken te raken uiteraard. Dus je moet eigenlijk volledig tussen de balken dezelfde gang behouden. Bij achteruit is het dus ook de bedoeling dat je de balken niet raakt. Je ziet dat Liana hier heel erg haar hoofd in de lucht steekt. Dus we willen daar zeker werken naar die ontspanning, naar beneden toe. Maar eerst en vooral werk ik vooral op het recht achteruit gaan, het mooi tussen de balken achteruit gaan en dan gaan we gaan verfijnen naar de juiste houding ook. Dus we kunnen niet op alles te samenwerken. Hangt er heel erg vanaf waar dat je focus legt. De ene les let je meer op het een, de andere les meer op het ander. Kijk, hier denk ik dus in mijn hoofd van oké, de balken zijn nog langer. Nee, je gaat scheef. Ik wil dat je recht achteruit gaat. Mijn focus is heel belangrijk hier. Voilà. Mijn teugels zijn ietsje te lang af en toe. Zoals dat je hier ook zag. Dat is nog een werkpuntje voor mij. Ik ben heel blij dat dit al goed lukt met Liana. Gewoon aan de losse teugel. Dat was lang een probleem. Zelfs in stap begon ze boos te kijken. Liana heeft het verleden ook van bokken en kwaad kijken en er heel erg opspannen. Het is nog altijd een heel gevoelig punt. Dus het is een paard dat je eigenlijk met fluwelen handschoentjes moet rijden, bij wijze van spreken. Heel bewust zijn van je gewicht, heel bewust zijn van je hulpen die je geeft. Mijn teugels zijn af en toe wel lang ook, dat ziet je. Maar dat is omdat ik soms een beetje conflictvermijdend ben bij Liana. En ik weet dat het moeilijkste punt bij haar bijvoorbeeld is om mijn teugels korter te pakken. En het moment dat ik dat contact verlies, kijk, dat was nu even een moment, dan gaat ze direct omhoog. Dus soms stel ik het wat uit en denk ik, ja, maar ik vind het belangrijker om het contact te behouden dan dat ik nu mijn teugels korter pak. Dus dat ziet er dan even niet uit, maar ik oefen er wel op ook om echt veel die teugels korter te leren pakken. Dus je zult dat misschien wel zien in een van de volgende filmpjes nog. Dus dat ik heel veel met haar op oefen ook mijn teugels kammen eigenlijk, dat contact op die teugels, los, vast, dus dat ze dat echt gewoon wordt. Want nu is dat bij haar nog een enorme trigger. Vanaf dat ik de teugels wat losser laat, dan wil ze beginnen rapper lopen. Dan steekt ze haar hoofd in de lucht en spant ze zich op. Dus wat ik nu doe is vooral fitness voor haar. Leren haar juiste spieren gebruiken, zorgen dat ze naar beneden komt, dat ze ontspant, dat ze goed loopt. En dat ze rustig op een cirkel loopt. Ik maak hier een cirkel rond de balken en nu ga ik ook een keer ertussen, dus het oefenen op de smalle doorgang. En dan heb ik het even versneld om jullie het patroon heel goed te laten zien. Ik heb dus eigenlijk een klaverblad gedaan. De niveau 2 studenten onder jullie zullen dat wel kennen. Klaverblad is eigenlijk elke keer door het midden gaan. En met de balken is dat wel leuk, omdat je dan direct oefent aan tussen- en overbalken gaan. Ik heb dat in draf gedaan. Ik heb dat straks ook in galop gedaan.
En nu ziet je dat ze dat heel mooi aan het doen is. We doen die oefening totdat eigenlijk, totdat ze kalmeert en totdat ze rustig wordt. En dan mag ze stilstaan in het midden. Ik weet niet of ik het stilstaan er hier overal op gezet heb, maar ik heb in elk geval nog hierna nog enkele filmpjes waar dat erop staat. Dus dat was mijn patroon van vorige week dat ik met Liana gedaan heb. Ik heb dat bijna elke keer gedaan als ik met haar werkte. Liana is een paardje dat heel veel stabiliteit en rust nodig heeft. Dus dat was hetgeen dat ik haar kon bieden. Voilà, en dan mag ze stilstaan in het midden. Dan krijgt ze die rust weer. Tijdens die rust ga ik ook een keer even van de gelegenheid gebruik maken om haar overal te aaien. Dus veel friendly game. Zorgen dat ze met alles oké is. Ik laat haar goed ontspannen. Ik ben vooral blij dat ze stilstaat. Dus hetgeen dat je zag daarnet bij Marie met Palomo, komt hier ook terug. Het zijn alle twee paardjes die graag lopen, die graag vooruit gaan. Dus wat ik wil is dat ze echt gewoon op mijn signaal wacht om stil te staan en om te vertrekken. Dan is dit de cloverleaf of het klaverblad in galop. Je ziet dat dat heel moeilijk was. Dat was de eerste dag dat ik het probeerde. En ze had het heel moeilijk. Het was echt een uitdaging. Kijk, hier gaat ze elke keer dus voorbij het midden, voorbij de balken. Dus de verfijning is nog heel ver te zoeken. Maar dat wil niet zeggen, omdat het niet perfect is, dat het niet nuttig is natuurlijk. Uiteindelijk was ik heel blij met dit galopje op de cirkel. Waarbij dat ze echt aan tamelijk lange teugels mooi strekte, mooi ontspande. Zonder zich op te spannen. Dus dat is eigenlijk hetgeen dat we met Liana naartoe willen gaan. Voilà, dat was super. En dan hetzelfde op de andere hand. Ook het klaverblad eerst in galop. Dus zo kun je het patroon wat beter herkennen. Hier weer niet door het midden, niet door het midden. Dus het was heel moeilijk om haar echt door dat midden te laten gaan. En omdat Liana gewoon heel rap loopt. En dat het moeilijk is om haar echt op tijd te kunnen sturen en haar te kunnen verfijnd, correct op de centimeter sturen. Maar het is sowieso, wat Parelli zegt, overdrijf als je iets aanleert en verfijn als je verder gaat. Dus zo doen wij het met de paarden. Eerst doen we alles groot en grote bewegingen. En moet het nog allemaal niet zo precies zijn. En dan gaan we natuurlijk met de tijd gaan verfijnen. Dus het moet niet allemaal van in het begin perfect zijn. Het gaat hem om de relatie die we opbouwen en de tijd die we nemen voor iets te leren aan ons paard. En we genieten van de weg er naartoe ondertussen. Dus ook op de linkerhand zag dat er heel netjes uit. Je ziet hoe dat ze hier direct mooi een stap begint te ontspannen. Dus dat is heel fijn om te zien hoe dat ze die ontspanning echt wel opzoekt nu. Ik had filmpjes moeten hebben van een half jaar geleden met Liana. Dat was iets helemaal anders geweest voor mensen die haar toen al gezien hebben. Dat was een paardje die zich echt heel erg opspande altijd, die enorm veel stress had. En dan kreeg ze natuurlijk ook wat rust tussendoor van mij. En het afzadelen heb ik er ook maar eens opgezet. Een paardje uitgebreid belonen, na het rijden altijd natuurlijk. En dan mag alles weer weg. En uiteraard ruimen we alles weer mooi op als we stoppen. Liana is soms ook echt een hondje, dus super grappig dat ze dan mij overal volgt in de piste. Als ik haar opzadel of afzadel. Of de dingen wegdoe. Dag 3 hebben we terug geoefend op de smalle doorgang. Hier heb ik maar 2 balken gelegd van deze keer. Dus de herhaling is heel belangrijk. En de rust. Dus je ziet mijn één hand zit achter mijn rug. Mijn zweep heb ik voor mij. Als ik ze niet nodig heb, gebruik ik ze niet. Als ik ze wel nodig heb, kan ik ze links of rechts van mij houden.
Nu zet ik haar mooi achteruit, alles zo zacht als mogelijk, zo hard als nodig. Maar dus dit is heel zacht, ze luistert heel goed op mijn lichaamssignalen nu. En ze gaat mooi achteruit. Dus dit is ideaal. Dan gaan we het dus ook in draf proberen, daar is de verfijning soms nog ver te zoeken. Voilà, maar hier loopt ze wel goed. Ziezo. Het rechtsop stappen ga ik nog eens tonen, dus ik beweeg altijd eerst even aan het zadel van naar links naar rechts. Ik zet mijn ene voet erin, kijken, hangen en dan erop. Eén hand op de manen, één hand op het zadel vooraan. Dat is de perfecte manier om op te stappen eigenlijk, de veiligste manier en de beste manier om je paard te kunnen inschatten. Stilstaan, Liana is altijd enthousiast. Oh. Aansingelen van op paard is ook een oefening die je niet genoeg kan doen. En ook daarbij is de bedoeling dat ze flink zijn en dat ze kalm blijven. Aansingelen, stijgbeugels goed steken. Het was ook heel leuk om te zien dat Liana heel enthousiast was. Dus zoals dat je ziet, was ze vorige week. En dat is iets dat volledig nieuw is voor mij met Liana. Want dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad met haar. Meestal werkt zij niet graag. Maar nu was ze eigenlijk heel enthousiast en wou ze direct altijd gaan draven van zodra ik erop zat. Dus ik ga het dan een beetje zelfs gaan uitlokken door nog wat meer friendly game te doen en haar te zeggen van nee, eender wat er gebeurt, ik wil gewoon dat je stapt, dat je luistert naar mijn signalen, dat je kalm blijft. En dus vanaf dat ze in draf gaat... Ik ben ook met mijn benen wat aan het aaien, kijk, dus ik ben op allerlei mogelijke manieren nu de friendly game aan het doen. En aan het zeggen van nee, ik ben rustig, ik ben kalm. Ik wil dat jij ook rustig en kalm bent. En ik heb er dan een extra oefening aan gekoppeld, namelijk elke keer dat ze wat erop ging, heb ik haar op de cirkel gezet. En als ze kalm ging, mocht ze terug rechtdoor. Als ze eraf ging, hup, dan zet ik haar op een cirkeltje. Ik heb dat in de tijd met Galien ook nog moeten doen. Galien was juist hetzelfde eigenlijk, voor degenen die Galien vroeger niet gekend hebben. Die was ook altijd zo voorwaarts en zo enthousiast. Die wou ook altijd in draf gaan, zeker in een grote piste. Dus dit is een oefening die ik met Galien heel vaak gedaan heb. En op de cirkel en terug rustig vooruit. Voilà. En elke keer dat ze kalm is... Stappen we gewoon op de hoefslag, gaan ze in draf, dan gaan we op de cirkel. Tussendoor oefenen we ook eens de smalle doorgang. Dat dat gewoon iets wordt wat ze gewend is, dat ze weet van oké, okay, die smalle doorgang, die balken, ik weet dat ik daartussen moet lopen. Voilà, hier ging ze terug in draf, terug op de cirkel en terug verder. Dus het is heel leuk om te zien dat Liana zo enthousiast aan het worden is. Dus het is echt wel teken dat ik zie dat ze zich beter in haar vel voelt. Dus ik denk dat de rust daar sowieso wel echt deugd gedaan heeft. En misschien het feit dat het lente wordt nu, dat ze zich ook wel beter voelt. Dus het is altijd heel fijn om te zien. Dan ga ik wat gaan werken aan de ontspanning en de nagefelijkheid. Dus zorgen dat ze mooi, mooi naar beneden gaat met haar hoofd. Dat ze mooi ontspant. Dus dan ga ik wat slalom gaan rijden, wat slangenvoltes. En als ze naar beneden gaat met haar hoofd, dan beloon ik. Als ze naar boven komt, zet ik druk. Dus zo maak ik eigenlijk hetgeen dat ik niet wil, oncomfortabel. En hetgeen dat ik wel wil, comfortabel. En zo leert een paard eigenlijk aanvoelen wat je nodig hebt en wat je wil. En dan gaan we ze achteruit oefenen. Tussen de balken, stilstaan. Het zijn natuurlijk maar twee korte balken, dus het is makkelijker om het met kleine beetjes te oefenen hier. Ze gaat scheef, ik wil dat ze recht achteruit gaat, dus de balken zijn in mijn hoofd langer. Voilà, dat doet goed. En dan stop ik. En nog eens, achteruit. Ja, heel goed.
Voilà, en dan beloon ik. Dus als het goed gaat, dan beloon ik haar uiteraard op tijd. En dan krijgt ze rust. En gaan we terug verder. Daarna hebben we oefen de draf. Ook op die ontspanning. Dus het is altijd een beetje hetzelfde. Zeker met een paard zoals Liana. Straks gaan jullie ook een trainingssessie zien met Tweety. En dat is leuk voor de afwisseling is, omdat die is een heel ander paardje is. De paardjes waar ik mee werk zijn meestal dit soort paarden. Dus iets gevoeliger paarden. Paarden die veel rust en kalmte nodig hebben. Tweety daarentegen is een paard dat heel veel afwisseling nodig heeft. En heel veel uitdaging. Dus dat is een volledig andere aanpak. Maar dit paard, Liana, heeft gewoon echt heel veel training en heel veel herhaling en heel veel rust nodig. En als ze iets kent, dan heeft ze het vertrouwen, dan wordt ze kalmer en dan... dan gaat het voor haar fijner zijn, dan is het voor haar harmonieuzer en dan is het voor mij ook harmonieuzer natuurlijk. Dus dan kunnen we echt beginnen samenwerken en samen babbelen. En uiteindelijk bouwen we dat dan verder op. Dus eigenlijk bij Liana moet je vooral lange termijn doelen hebben. Bij Tweety moet je meer korte termijn doelen hebben. Dus bij Liana heb ik op lange termijn het doel dat ik echt zonder hoofdstel, zonder zadel met haar kan rijden. Stap, draf, galop. Hier heb ik de galop wat versneld. En ik heb hier op de cirkel gegalopeerd, zoals dat je ziet. Voilà, en je ziet dat ze mooi naar beneden begint te komen. En dan heb ik ook het klaverblad gedaan. En ik herinner mij nog het gevoel dat ik had die tweede dag dat ik het deed. En dat was echt ongelooflijk veel beter. Je ziet dat ze hier ook veel makkelijker over en tussen de balken te sturen is. Dus ze was veel meer op mij gefocust. Ze was veel beter. Veel alerter aan het been, aan de teugels. En ze snapte ook al meer wat de bedoeling was, denk ik, van de oefening. Dus we doen het altijd eerst op rechterhand en dan op linkerhand. Hetzelfde natuurlijk. Eerst de cirkel en daarna heb ik ook hier het klaverblad gedaan. Voilà. En hier gaat ze mooi elke keer tussen de balken. Voilà. En dan om te stoppen nog een beetje uitstappen aan de lange teugel natuurlijk. Dat u daar altijd deugt en dat is goed om terug... ja, om af te ronden en te ontspannen. En helemaal in balans met een goed gevoel te kunnen stoppen. Dan is het ook leuker om de dag daarna verder te doen. De dag daarna ben ik met Liana een keer op de track gaan rijden buiten. Dat was een heel grote uitdaging voor ons. Want Liana is dus een heel voorwaarts paard. Maar ik heb haar uiteindelijk beetje bij beetje een keer volledig kunnen laten gaan. En dat die haar echt heel veel deugd vond. Ze heeft daar heel erg van genoten. En het heeft ons allebei heel veel deugd gedaan om onze comfortzones te verleggen. We zijn ook in het water geweest. Vond ze ook heel leuk. En zo hebben we eigenlijk eens ons training wat afgewisseld. Want altijd in de piste wordt natuurlijk ook wat saai voor ons allebei. Dus dan is het wel leuk om er eens zoiets tussen te steken. Ze was daar ook heel chill in en bleef heel erg kalm. Dus flink paard. Op de vijfde en laatste dag was het nogal slecht weer, zoals dat je ziet. Het was een beetje een grijze dag. En we waren vertrokken en het was direct terug hetzelfde. Liana was heel actief en wou graag draven. Ze was weer super enthousiast. Je ziet dat ze af en toe wel een beetje kwaad kijkt. Met haar oren naar achter, maar dat is al echt veel minder dan vroeger. Vroeger zou ze zich veel rapper nog meer opgespannen hebben en nu kalmeert ze wel echt sneller. Maar ze heeft nog wel heel erg die neiging van zich zo helemaal op te krullen. Dus voor degenen die dat nog niet genoeg zien, probeert daarop te letten op haar nek. Haar hoofd, kijk hier, gaat ze meer naar beneden. En soms heeft ze momenten dat ze echt zo bijna haar kin naar haar borst trekt eigenlijk. En zo, kijk hier, haar oren in de lucht. En dan duwt ze haar rug naar beneden, dus dan krijgt ze nog meer pijn in haar rug. En dan spant ze zich helemaal op. Dus ontspanning is echt het allerbelangrijkste. En dit soort oefeningen, zoals die slangenvoltes die ik doe, zijn eigenlijk heel goed voor haar om haar
meer in die ontspanning te krijgen. Dus als ik haar gewoon blindelings zou laten rondjes lopen, dan heeft ze eigenlijk te veel tijd om na te denken en kan ze haar rapper opspannen. Maar als ik haar veel dingen te doen geef qua afwisseling, dus veel bochten, veel overgangen, dan moet ze eigenlijk meer nadenken en kan ze meer evolueren naar die ontspanning eigenlijk. En dan gaat ze die ontspanning ook opzoeken. Dan kan ze niet vervallen in de vicieuze cirkel van spanning, 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 spanning. Maar dan gaat ze meer naar die ontspanning toe. Kijk, hier spant ze zich weer wat op. En dus een klaverblad is daarvoor een ideale oefening, omdat ze dus constant moet opletten wat dat ik zeg. En dat ze dus niet te veel op haar reflexen moet afgaan, maar dat ze moet luisteren van oké, nu naar links, nu naar links, nu rechtdoor, nu draaien. Dus daarvoor is een klaverblad een heel goede oefening. Kijk, en zoals dat je hier ziet, wat ik daarnet zei, is dat ze het moeilijk had met het moment dat ik mijn teugels langer liet, of mijn teugels wat korter pakken en dus daartussenin even langer liet. Dus een oefening dat ik doe om er daar meer aan te wennen, is eigenlijk hier echt het kammen van mijn teugels. Dus ze heeft heel erg de neiging van haar dan helemaal op te spannen, maar ik wacht eigenlijk totdat ze mooi strekt en dat ze daarin ontspant. Dus het is constant eigenlijk die beweging van mijn handen en dat is voor haar iets heel raar. Liana is een paard dat heel veel stabiliteit nodig heeft en heel veel rust. Dus van als dat er iets verandert in dat contact met haar mond, dan gaat ze van nature eigenlijk heel erg gaan panikeren en wil ze sneller. Dus wat ik doe is haar zeggen van kijk, oké, mijn teugels, ik ben die aan het bewegen, ik ben mijn handen aan het bewegen. Dat contact is niet stabiel nu, maar toch moet je op mijn zit en op mijn benen en op mijn energie vertrouwen en moet je kalmeren. Achteruit gaat al veel beter dan vroeger. Dat was vroeger echt wel een probleem, dus nu al veel beter. Kijk, zie, en hier deed ik nog maar net mijn hand omhoog een beetje en ze dacht alweer, oh, ik moet draven. Dus die kleine beweging met mijn handen, dat vindt ze eigenlijk iets heel raar. Dus vandaar dat dat echt iets is dat ik met haar heel erg op moet oefenen. Dus het is eigenlijk echt een soort van friendly game. Desensibiliseren dat ik moet doen met haar. Om te leren van, oké, mijn handen mogen eender wat doen. Jij moet eigenlijk gewoon rustig blijven en kalm blijven en je moet daar niet om panikeren. Dus vandaar, zoals dat je ziet, heb ik hier dan ook mijn teugels net iets te lang eigenlijk. Zou ze eigenlijk wat korter moeten pakken, maar soms vermijd ik het zelf een beetje. Dus dat is mijn aandeel eigenlijk. Kijk, nu wil ik ze wat korter pakken. Hop, ze gaat direct omhoog. Dus ik ga er weer een spelletje van maken. Weer wat kammen op de teugels. Teugels korter, langer nemen. Dus eigenlijk is dat constant een beetje naar wat triggeren, naar een beetje irriteren eigenlijk, maar dan wel heel bewust met een laag energie en ik toon haar in mijn energie van het is oké, je mag mij vertrouwen, het is oké, mijn handen bewegen gewoon. Het is helemaal niets om schrik van te hebben. En het moment dat zij ontspant, dan ga ik ook meer mijn handen gaan stillen. Dus daarom dat ze leert van oké, het enige wat helpt is niet sneller gaan, niet panikeren, maar gewoon kalmeren. En als ik kalmeer, dan kalmeren jullie haar handen ook. En zo bouwt je eigenlijk een communicatie op met elkaar. Maar dat is sowieso maar iets dat je kunt opbouwen door heel veel te oefenen, door heel veel hetzelfde te oefenen. Dat ze het een aantal dagen na elkaar of een aantal sessies na elkaar hetzelfde terugvoelde eigenlijk. En dat ze dan zo eigenlijk begint het klikje te maken van ah oké, dat is de bedoeling. Als ze dat doet, moet ik niet panikeren, het is gewoon oké. Dan kun je nooit in één sessie helemaal oké krijgen. Maar daarvoor is het nodig van ons paarden te trainen. Hier heb ik geprobeerd van een overgang naar stap naar galop, van stap naar galop. Heb ik ook een paar keer opgeoefend vorige week. Daar is ook nog veel werk aan. Zeker in haar houding, maar op zich doet ze het al. Vroeger zou ze ja, kijk, een bok gegeven hebben. Dat is ze nu ook nog. Dus ze heeft deze sessie een keer of twee gebokt. Ze was in galop toch eigenlijk echt niet zo kalm en niet zo rustig. En het was vooral, hoe kan ik me herinneren, ik heb het nu niet gezien op het filmpje nu of dat zo was, maar vooral ook bij het moment dat ik mijn teugels net iets korter wou pakken. Dus daar had ze het vorige week echt wel moeilijk mee. Ik ga mij daar niet door laten doen. Ik weet dat ik haar bokken kan uitzetten. Ik weet dat ik erop kan blijven zitten.
Ik ga ook niet expres dan alles wat rustiger en wat trager gaan doen om hup, dat bokken te vermijden. Ja, hier had ze nog een keer gebokt. Nee, ik vraag gewoon door. Ze zat hier even in contragalop, dus ze is helemaal emotioneel aan het worden. Dat is typisch Liana, een paard met heel veel emoties. En het hangt er echt vanaf de ene dag buiten de ander hoe dat ze gezind is. Want deze dag had ze dus echt wel wat last van haar hormonen. En van haar emoties. Maar ik ga gewoon rustig verder en ik wacht tot dat ze toch een ontspannen galop heeft. Voilà, en dan ben ik terug overgegaan op het klaverblad. Deze keer heb ik geen balken gelegd, maar heb ik het gewoon met de letters gevolgd, het klaverblad. Dus de bedoeling van het klaverblad is echt elke keer dat je gewoon de middenzijde oversteekt eigenlijk, of de middellijn, korte middellijn, lange middellijn. En als je bij de piste bent, altijd in het midden afslaan. Als je bij de buitenkant bent. Recht naar de overkant en dan afslaan, altijd naar dezelfde kant. Daar in het midden van de lange zijde afslaan, recht naar de overkant. Oh, daar viel ze even in eraf. Midden van de korte zijde, recht naar de overkant. Midden van de lange zijde, recht naar de overkant. Dus dit is een klaverblad op linkerhand. Je draait altijd naar dezelfde kant, midden van de korte zijde, recht naar de overkant. Tot dat paard kalmeert. Midden van de lange zijde, recht naar de overkant. Midden van de korte zijde, recht naar de overkant. En hier was ze wat gekalmeerd. Dat was een heel mooie overgang van galop naar stap, omdat ze mooi rustig bleef met haar hoofd, mooi ontspannen was. En dan gaan we stoppen en achteruit gaan en dan is de bedoeling dat ze blijft stilstaan. Niet altijd even makkelijk voor Liana als ze zo in adrenaline zit na zo'n klaverblad. Maar dat moest ze dus ook leren. En dan het klaverblad. Eerst nog een cirkel. En dan gaan we over naar het klaverblad op de rechterhand. Je ziet dat ze hier weer wat moeite heeft met haar hoofd en het weer wat in de lucht steekt. Ik heb eerst een cirkel gemaakt en dan daarna het klaverblad gedaan. Ja, nu gaan we naar het klaverblad, of de cloverleaf in het Engels. Het is een patroon dat ik van Pat Parelli geleerd heb ook. Dat is zeker helpt voor paarden die te snel zijn. Dan kan je een klein klaverblad maken. Voor paarden die te traag zijn kan je dat ook doen, maar dan maak je een groot klaverblad. En dan ga je het vooral niet te lang doen. Dan doe je het één keer of zo en dan je paard rust geven om hem gemotiveerd te houden. Midden van de korte zijde, naar de overkant. Zo. Mijn hoeken zijn nog lang niet mooi uitgereden, maar het is voor Liana nog heel moeilijk. Midden van de lange zijde, naar de overkant. Voilà. Het is voor Liana nog heel moeilijk om eigenlijk mooi in galop te verzamelen, noemen we dat. Dus kort genoeg te lopen, zichzelf, haar spieren goed genoeg te gebruiken. Om dat echt al perfect te kunnen rijden, maar dat komt wel. En midden van de korte zijde naar de overkant. Je ziet dat ze nog... Ze is al aan het ontspannen, het is al beter, maar ze is nog wel aan het zoeken soms. Midden van de lange zijde naar de overkant. Maar eigenlijk echt een heel goede oefening en nuttige oefening om de communicatie met je paard te verbeteren. Hier is ze al veel mooier aan het ontspannen. Voilà. En dus is het ook de ideale moment om te stoppen en haar te belonen. Stoppen en achteruit gaan en dan moet ze blijven stilstaan. En dan gaan we nog even uitstappen natuurlijk. Daarmee stoppen we altijd. En je ziet dat Liana een heel mooie, vlotte, actieve stap heeft. Ze is rustig, haar hoofd is naar beneden, dus dat is super. En dat was het voor Liana. Mia was ook terug sinds vorige week en zij heeft met Lopke gewerkt. Zij traint nu vooral Lopke. Lopke heeft wat moeite met recht lopen. Je ziet dat ze hier ook op de cirkel wel wat de neiging heeft van naar buiten te kijken. En ook van door te lopen, daar heeft ze soms ook wat moeilijk mee. Ze is soms een beetje lui. Dus Lopke mag vooral leren
goed genoeg te luisteren naar de hulpen. En goed genoeg haar spieren goed gebruiken. Dus daarvoor heeft ze ook wel wat dressuur nodig. Op zich is Lopke wel een heel flink paard in de lessen. Dus ze doet dat wel goed. Ze loopt ook uit zichzelf veel meer met haar hoofd naar beneden. Ze is ook veel ontspannender daarin. Dus op zich doet zij het wel heel goed in de lessen. Beter dan bijvoorbeeld Finley, die veel slechter loopt uit zichzelf in de lessen. Maar toch heeft Lopke zeker ook wel wat training nodig om wat rechter te lopen. Dus wat Mia gedaan heeft, is haar op een cirkel gezet met de kegeltjes. En ze heeft proberen de stappen te tellen tussen de kegels altijd. Zodanig dat ze Lopke kon leren regelmatig lopen. En dat ze het echt goed kon meten. Van hoeveel stappen zitten er een keer tussen de kegels. En loopt ze wel vlot door zo. En dat kan je dan ook doorheen je trainingen eigenlijk gaan verder opvolgen. En dan je paard gaan verruimen en verkorten eigenlijk, noemen we dat dan. Dus, en zo train je heel goed de buikspieren van je paard. Train je heel goed hoe goed dat je paard eigenlijk luistert naar je. De gehoorzaamheid van het paard en de communicatie verfijn je daar heel meer mee als je dat kan. Maar aangezien dat de eerste keer terug was dat Mia met Lopke werkte, was terug een beetje erin komen. En vooral gewoon nog maar observeren en tellen hoeveel stappen dat ze zet. En dan al een beetje proberen het gelijk krijgen, maar het was nog het begin. Maar op zich loopt Lopke hier wel heel netjes en heel flink en heel ontspannen. Dus dit is echt wel super. En ook Sienna heeft nog heel even met Lopke gewerkt vorige week. Zij heeft er een beetje mee gesprongen ook. Maar daar hebben we geen filmpjes van. Daar hebben we maar een heel klein beetje van. Sienna heeft zich ook met Tweety bezig gehouden. Zoals dat ik daarnet zei. Dit was een van de eerste keren dat ze met Tweety gewerkt heeft. Degenen die de Instagram live gezien hebben van 2 weken geleden, hebben misschien ook gezien dat het een beetje zoeken was met de communicatie tussen hun twee. Tweety is soms nogal een bokpony. Als hij niet veel zin meer erin heeft of als hij denkt aan iets anders, leuker, dan gaat hij bokken. Of galopperen, zoals dat je hier ziet. Dus hij galoppeert ook wel echt graag eigenlijk. Draf vindt hij een beetje minder leuk. Dus dan probeert hij wel eens zelf wat dingen uit te zoeken. Tweety is dus volledig een ander type paard dan de andere paardjes die je al gezien hebt in de filmpjes. Het is echt een sloeber en iemand die nogal wel eens zijn mens durft te testen. Degenen die Tweety kennen van in de lessen, die weten dat wel. Dus een hele leuke oefening daarvoor, voor zo'n paard die een beetje afwisseling kunnen gebruiken en die vooral moeten gemotiveerd worden om vooruit te gaan, is de question box. Dus Sienna heeft dat met hem gedaan en doet dat regelmatig eens met hem. Nu. En daarbij is dus de bedoeling dat je in het midden van de piste 4 kegels zet. Tussen die 4 kegels... ga je eigenlijk altijd jezelf een vraag stellen. Dus vandaar de question box of de vraagbox. Dus elke keer dat je in die box staat, dan ga je jezelf vragen, wat ga ik nu doen? Dus je kan vanuit die box vertrekken en dan ga je ofwel naar links ofwel naar rechts voor een cirkel of voor een vierkant kan je er zelfs van maken ook. Of je zegt, ik ga een keer stoppen en achteruit gaan of ik ga van gang veranderen. Of ik maak een vliegende galopwissel, of een enkelvoudige galopwissel. Of ik ga eens, ja, gewoon stilstaan, kan ook. Dus je kan eigenlijk van alles doen in die question box. Je gaat van alles bedenken in die question box eigenlijk. Dus elke keer dat je bij de box komt, moet je jezelf een vraag stellen. Dus daarom is het voor ons ook zeker een goede oefening om te leren kritisch nadenken van wat wil ik met mijn paard, wat ga ik nu doen. En ook voor onszelf om die afwisseling erin te krijgen is dat een leuke uitdaging. En voor onze pony blijft het zo ook altijd spannend en onvoorspelbaar wat dat we ermee gaan doen. Tweety heeft nu een hoofdstel ook met slobberbars eraan en teugels. Sienna gaat daar normaal nog eens een filmpje van maken van hoe dat we dat juist vastknopen. Whisky had ook al van dat soort teugels en nu heeft Tweety er ook zulke en ik denk dat ik voor nog een paar andere paarden ook zulke teugels ga kopen, omdat ik het eigenlijk wel heel positief vind om te zien hoe dat Tweety er eigenlijk wel beter mee loopt nu. Dus hier heeft Sienna gezegd, oké, ik ga een keer niet door de question box, ga eens er rondrijden. Dat kan ook. Dus je kan er eigenlijk oneindig veel mee variëren met een question box.
hier er soms nog een paar kleine communicatiefoutjes. Als Tweety denkt ik wil naar daar, of ik wil van gang veranderen, of ik heb even geen zin, dan test hij Sienna wel eens. Maar in het algemeen liet Sienna mij al weten dat hij al veel gehoorzamer is, dat het al veel beter gaat. En dat het hem echt wel deugd doet nu om dus goed doorgereden te worden en goed getraind te worden. Dus ik hoop dat dit ook inspiratie biedt voor zijn verzorgers natuurlijk. Dat jullie een keer wat leuke ideeën zien, dat jullie zien hoe dat andere mensen ermee rijden. Zodat jullie er ook nog wat meer ideeën van hebben van hoe dat je met Tweety kan omgaan en met zijn kuren. Dus hier heeft Sienna een enkelvoudige galopwissel gedaan in de question box. Dan gaat ze in het midden even in draf. Dus ze komt in de ene galop binnen, ze gaat even in draf en ze vertrekt in de andere galop. Nu was direct een overgang galop stop. Tweety zegt ja. En dan terug verder naar de andere kant. Jeeha, en stop galop. Dus dat is al best uitdagend, overgang galop, stop, stop galop. Maar op zich is dat de manier waarop dat Sienna de communicatie extra gaat testen en gaat kijken van hoe goed luister jij naar mijn hulpen. En zo blijft ze ook onvoorspelbaar voor Tweety, want de ene keer is het stop galop, de andere keer is het stop stap, de andere keer is het stop achteruit. Dus zo houdt Tweety er ook een beetje de lol in. Maar uiteraard willen we wel een gehoorzame pony. Dus het is wel leuk dat hij doorheen al die oefeningen niet bokt, dat hij gewoon mooi doet wat we vragen en dat hij mooi zijn oefeningen aanhoudt. Maar dus heel veel stoppen is heel belangrijk, heel veel en belonen, want Tweety is niet een pony die je 10 rondjes na elkaar moet laten draven op dezelfde hand, want dan is hij gewoon echt zo beu en zo verveeld dat hij dan zelf wel spelletjes begint te zoeken. Dus we proberen het uitdagend te houden voor Tweety. Zodat hij er de lol in blijft zien, zodat hij graag werkt. En dat hij het leuk vindt. En weer een overhang in de question box. Dus het is een heel mooi voorbeeld van de question box. Van hoe dat je goed een question box kan rijden. Dat is een oefening die we soms ook wel eens in de lessen doen met de niveau 2 studenten. En ook heel fijn dat het allemaal aan een losse teugel kan. Dus Sienna heeft met hem al met halster gereden en met bit. Ik denk dat ze meestal met bit rijdt nu. Maar op zich is het een oefening die je ook perfect op halster kan doen natuurlijk. En uiteindelijk zelfs ook zonder iets graag. Dat is ideaal natuurlijk als je zo'n fijne communicatie hebt met je pony. Dat je dat op zit en benen kan en met de stick. Dan zijn ze goed bezig. Dus je ziet dat Tweety hier echt ook heel mooi ontspannen en rustig loopt. Daar willen we naartoe, dat is ideaal. En we hand veranderen. Hij wacht op Sienna haar signaal, wat wil je dat ik doe? En dan doet hij het. Op, nog een enkelvoudige galopwissel. En zo zijn ze nog even doorgegaan. Dit was ook nog een klein filmpje van Tweety die schrik had van een smalle doorgang. Hij moest door het poortje, maar hij vond het eng, want het lag er nat en het had geregend. En Sienna heeft dat even gefilmd, hoe dat ze dat hem dan leert. Ze neemt gewoon heel veel afstand, ze geeft Tweety heel veel ruimte. En ze laat het hem zelf uitzoeken. Ze vraagt hem zachtjes met een suggestie van, je moogt komen. En dan geeft ze hem de ruimte en de rust om te komen. Dus niet forceren, gewoon als ponies de ruimte geven en dan komt het allemaal goed. En dan als allerlaatste hebben we nog enkele leuke rijfilmpjes van Ilken en Konder. Het is heel basic, maar wel eens heel goed om te zien wat voor oefeningen dat Konder nodig heeft. Dus ook bij Konder zitten we echt nog volledig aan de basis. Stap, draf, galop. Maar dan met een goede rustige houding. Want hij heeft het echt wel nodig voor zijn lichaam. Om goed gereden te worden, niet zo dus, niet met zijn hoofd naar beneden, maar zo dat hij echt leert van mooi te ontspannen en naar beneden te lopen.
Zodanig dat hij op den duur ook doorheeft van oké, dit is een aangename houding, dit is een comfortabele houding. En dat hij net zoals Lopke bijvoorbeeld of Tweety, zoals je daarnet zag, aan de losse teugel gewoon weet van oké, dit is mijn uitgangshouding, zo loop ik het beste. Dus Ilke doet dat op de linkerhand, op de rechterhand. Het ziet er allemaal heel eenvoudig uit, maar daarom is het dan nog niet. Vraagt heel wat balans van de ruiter, een goede zit van de ruiter, een goede timing. In zo'n eenvoudige basisoefeningen eigenlijk komen alle vaardigheden van de ruiter tezamen. En ja, dan moet je eigenlijk echt goede controle hebben over jezelf en over je handen, over je benen, om dat goed te kunnen doen met je paard. Konder heeft soms wat moeite met de juiste galop te vinden, dus Ilke heeft hem daarin ook een aantal keer geholpen door het hem af en toe te vragen, af en toe wat overgangen te vragen. Want hij springt altijd in de linkergalop op de rechterhand. Maar we willen eigenlijk dat hij leert van in de rechtergalop te springen natuurlijk. Dus hier loopt hij ook heel netjes in die galop, heel mooi en ontspannen. Zo is hij goed zijn spieren aan het opbouwen. Even naar draf en dan terug een overgang. Ja, en ik denk dat hij verkeerd zat. Nee, nu zit hij goed. Hij springt in elk geval af en toe verkeerd aan, maar nu doet hij het al veel beter. Voilà. Het blijft een uitdaging, maar dat is sowieso iets dat we op werken. Ook zijn verzorgers weten dat wel, dat die galop soms een probleem is. Maar dan leert het hem, nu was hij verkeerd. Dan leert het hem best door dat gewoon een paar keer opnieuw te herhalen en hem af en toe opnieuw te vragen. Soms op linkerhand heeft hij er ook wel eens last van in de verkeerde hand aan te springen. Verkeerde galop aan te springen, maar meestal gaat het links beter. Ja, hier zit hij verkeerd. Rechter galop, even stilzetten. En hem dan opnieuw aanvragen en dan zit hij goed. Dus we laten ons paarden niet in de verkeerde galop lopen als het niet de bedoeling is. Enkel als de bedoeling is, zoals dat ik met Galien deed, voor de contragalop, dan kan je dat wel doen. Maar dat is natuurlijk pas als ze eerst goed weten wat de goede galop is, dat we ze ook de contragalop leren. Zo, dus dat was het voor deze week. We zijn aan het einde van dit filmpje aangekomen. Dank u wel voor het kijken. Laat gerust een berichtje hieronder wat je ervan vond of als je vragen had. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. We kijken er naar uit om jullie hopelijk snel terug allemaal bij Pony Connect te zien. Dag!